Als je wat geld te besteden hebt, dan kun je natuurlijk beleggen in vastgoed. In huizen, aandelen, beursgenoteerde bedrijven. Maar kun je ook beleggen in horloges? Wij gaan het vandaag uitzoeken bij Gaston Diamonds, want die presenteren de nieuwste Rolexen van dit moment. Leuk dat jullie er zijn. Ja, volgens mij de allernieuwste Rolexen zijn hier te bewonderen. Ja, het is niet voor niks zo druk. Als je achter je kijkt, mensen duwen elkaar nog net niet weg om ervoor te zorgen dat ze de nieuwigheden in handen krijgen. Want ja, we zijn heel trots, we zijn de eerste in Nederland vanavond die de nouveautés mogen tonen aan de eindconsument. En waarom is dit merk zo populair? Omdat ze staan voor absolute top op het gebied van kwaliteit, uitstraling en natuurlijk heel erg waardevast. En dat is ook iets wat de Nederlander heel erg leuk vindt. Ja. Ja, want waardevast. Let's talk about business even. Ja. Ik heb gehoord dat ze zeg maar soms maal 4 gaan. Het is inderdaad een gegeven dat ongelooflijk waardevast is. Dus dat zou betekenen dat je uiteindelijk na zoveel jaren dragen misschien wel hetzelfde geld ervoor terugkrijgt als dat je er ooit voor betaald hebt. Nou, ik ben eigenlijk wel benieuwd naar de iconische modellen nu. Nou, dan gaan we ons door deze menigte heen wurmen om te kijken of we er eentje kunnen bemachtigen. Ja. Oké, tromgeroffel. Dit is het nieuwste van het nieuwste van. Ja, dit is de GMT, BNLR, zwart, blauw, een keramische rand. En wanneer draag je dit? 7 dagen per week. Of je nou een pak aan hebt of een spijkerbroek, of je gaat zwemmen, sporten. Het horloge is voor elke dag. Daar is het ook op gebouwd, kwalitatief. Altijd goed waterdicht. Always on time. Kwalitatief is het gewoon impeccable. Wat je nu om hebt is, als je het toch over iconisch hebt. Dit is de Presidential Day-Date met de President Band. Het is een horloge wat eigenlijk alleen maar in edelmetalen wordt gemaakt. Dus in geelgoud, roodgoud, witgoud en platina. Maar dan nu helemaal nieuw in combinatie met een hele serie stenen wijzerplaten. Dit is turquoise, turquoise zoals dat genoemd wordt. En als je heel goed kijkt zie je dat de Romeinse cijfers in de wijzerplaat ook allemaal met diamant gezet zijn. Hij is ook alleen maar in deze versie, de wijzerplaat dan, verkrijgbaar. Is het een investering of is het een belegging? Het is een hobby. Oké. Yeah? Ja. Zie je het wel als een investering ook of helemaal niet? Uiteindelijk wel. Uiteindelijk is het een soort pensioenopbouw. Oh ja? Ja. Leg uit. Leg uit. Ja. Nou ja, ze gaan elk jaar omhoog, hè, de prijzen. Sommige dingen zijn verzamelobjecten. Dit is een eentje uit 66 met plexiglas. Ja. Hè? Dus ja, die voor vroeger kostte die een paar gulden. En nu een paar duizend euro. Ja, dus het is zeker een investering. Dat klopt. Is het jongere broertje van Rolex. Leg uit, hoe zit dat in elkaar? Een heel stoer merk. En zoals je hier ziet hebben we 2 modellen. Bijvoorbeeld de Black Bay Bronze. En het mooie hiervan is, het horloge is gemaakt van brons. En naarmate het horloge in contact komt met zuurstof, gaat het oxideren. Waardoor je een heel mooi effect krijgt en een mooie verkleuring. En ik weet ook dat er een aantal grote sterren, zoals David Beckham en Lady Gaga, zijn verbonden aan dit merk. Waarom eigenlijk? Zij zijn een eigen identiteit. Ze blinken uit in wat zij doen. En als er nou een Nederlandse celebrity aan een horloge verbonden moet worden, wie zou dat dan zijn? Een hele moeilijke. Maar ik zou die persoon wel kunnen omschrijven. Dat moet dus ook iemand zijn die stevig in zijn schoenen staat, zelfverzekerd is, maar die ook inderdaad zelf wat uitstraalt. Denk bijvoorbeeld aan ons koningshuis. Een koningin Maxima zie ik er wel voor aan om zo'n mooi horloge dat vind ik een hele om te hebben. Inderdaad, ja.